Jong Ajax wint met 4-0 en jij scoort 3 keer. Wat een mooie wedstrijd. Ja, het was een mooie wedstrijd. En kan ik zeggen dat is een belangrijke overwinning, omdat het de laatste wedstrijd op de toekomst is. En ook de laatste wedstrijd van onze coach Alfons. Het begint altijd met een enorme strijdlust, een enorme inzet. En als dat er is, ja, dan heb je ook heel veel kwaliteit. En dan zie je ook heel mooi voetbal. Met veel kansen. En het had in het eerste kwartier denk ik al 3-0 kunnen zijn. We klapten er meteen op, we begonnen goed. En ik denk dat we in het begin al meteen 2 kansen moesten afmaken. Het gebeurde niet. En uiteindelijk valt hij toch. En ik denk dat het verder wel mooi hebben uitgespeeld. Ja. En dan win je uiteindelijk met 4-0. Maar daar heb ik vooral weer gekeken naar het spel. En dat was bij Vlagen heel aardig. For me, I made a little success even if I didn't make debut still in first team, but I don't want to think about it. I know if I continue to play like this and to deserve the chance, it will come. Ja, het was ook mijn laatste wedstrijd op de toekomst. Dat is toch wel weer raar aan de ene kant, omdat het is al de derde keer dat ik hier wegga. Ja, dus Heintje Davids in voor en na, zou ik haast zeggen. Ik denk dat hij een heel lastig seizoen heeft gehad. Dat hij, het is ook moeilijk voor de trainer als de hoofdtrainer zegt dat andere jongens moeten spelen. En dan moet hij weer een opstelling bedenken en hij moet alles aanpassen. En als we dan verliezen, dan wordt hij daarop aangewezen, zeg maar. Maar het is gewoon heel moeilijk. Ik ben blij voor hem dat we deze mooi hebben afgesloten. Dus ja, we kunnen al met al met 50 punten op dit moment, met een middenmootpositie, kunnen we al met al wel vrede hebben. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar andere dingen, naar ontwikkeling. En dat heb ik zeker gezien, dus dat is op zich positief.